Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag natuurlijk weer maandag. En ik ga straks lekker naar Tilburg, of toch eigenlijk over een kwartiertje al. Want ik ga vanavond naar de voorstelling van de tweede en derdejaars, hun eindvoorstelling. En ja, ik ben echt heel excited, omdat ik weet niet, dit is de eerste keer dat ik, nadat ik ben aangenomen, weer daar kom. En ik vind het gewoon nu echt zo'n moment dat ik denk van wow, nu mag ik dus echt gaan geloven en beseffen dat ik ook over 2 jaar daar sta. En dat ik ook gewoon mijn eindvoorstelling heb. En eerst nog het eerste jaar natuurlijk. Maar ik weet niet, het voelt gewoon heel gek nu. Dat ik het nu gewoon echt mag geloven of zo. Dus ik ben daar echt heel excited over. En ja, ik ga eerst wat eten in Tilburg met een paar van mijn klasgenoten. En ja, ik ben echt zo excited. Ik kan ook niet zo goed uitleggen waarom, maar ik vind het gewoon zo leuk. Ik vind mijn haar trouwens echt super leuk zo. Ik heb het dus hier een beetje ingevlochten. En aan de andere kant zit er ook een vlecht die is iets mooier ingevlochten, iets minder mooi ingevlochten. En dan zit het hier samen. Maar ik vind het heel erg leuk. Met het korte haar, I like it. Ik heb mijn haar ook een beetje gekruld, dus dat is helemaal leuk. I like it. Oké, ik zie er niet uit, want hooikoorts. Maar ik ben weer gezellig bij Kim. Hallo! Dus dat is gezellig, maar ik had helemaal een doel voor gisteren om dingen te gaan vloggen, maar I didn't do it. Echt stom, maar het ja, gebeurde gewoon weer niet. Maar goed, ik ga in ieder geval zo meteen weer lekker naar huis. Morgen ga ik weer naar Tilburg, dus hè. Ik hoef niet zo lang vaarwel te zeggen. Dan ga ik lekker shoppen. Even naar de Action en de Hema. Tenminste, als ik het allemaal nog red. Want ik ben aardig langzaam vandaag. Maar, dus dat. Dus ja, maar ik wilde toch nog even vloggen, want ja, hè. Zo stom van mij. Eventjes trouwens, deze girl heeft gisteren gewoon geshined. Want voor de mensen die het niet door hadden, ik was gisteren naar haar voorstelling en van het derde jaar. Lekker make-up los. En het was erg, erg leuk. Ik heb er echt van genoten. Nou, dat is fijn. Trots op jou. Dat wilde ik nog even melden in de vlog, want ja, hè? Mag ook gezegd worden, hè? Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga vandaag weer naar Tilburg. Waarom ook niet? Ik heb vandaag de KNO-test. Dat is eigenlijk dat ze je stembanden gaan bekijken. Dus daar ben ik best wel een beetje zenuwachtig voor. Want dan gaat er een buisje zeg maar in je neus. En die gaat dan zo met een cameraatje naar je stembanden. Ja, echt. Als ik het ook zo vertel, dan krijg ik al een hartaanval, zo eng. Maar het schijnt allemaal heel erg mee te vallen. Hoor ik van iedereen, krijg gelukkig wel verdoving. Dus je neus en zo en dit allemaal, dat voel je als het goed is niet meer. Dus spannend. Maar dat ga ik vandaag doen. En ik ga vanavond naar een voorstelling van musical theater. En ja, drukke dag dus weer. En weer een dag waar ik eigenlijk mijn camera net zo goed thuis kan laten. Want ik weet gewoon dat ik niet ga vloggen. Want ik ben ook de hele dag een beetje alleen. Dus weet je, ja... Gisteren was ik dus naar de Action en de Hema om nieuwe schoolspullen te halen. Maar ik vond het zo tegenvallen. Ik vond de spullen zo stom. Oké, weet je, de kinderlijke, ik ga net naar de middelbare school dingen. Ja, oké, logisch dat ik dat niet leuk vind. Maar ook gewoon, zeg maar, ze hebben ook niks met gewoon bijvoorbeeld een collegeblok met gewoon een normaal leuk kleurtje. Er moet altijd allemaal opdrukken opstaan. En bij de Action hebben ze op zich best wel veel dingen. Alleen ik vind de Action schriften nooit fijn. Want die vallen echt super snel uit elkaar. Dat papier is echt flinterdun. Ik kon niks leuks vinden. Dus ik denk dat ik maar wat bij de duurdere dingen ga kijken. Zoals de Bruna en zo. Dus ja. Dit is wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit topje aan van volgens mij van H&M. Maar wel echt van al 3 jaar geleden denk ik. Dit rokje is van Ambika. Die heb ik echt nog nooit aangehad. Of misschien 1 keer. En nu heb ik hem aan. Ik vind hem echt super leuk. De haarband is trouwens van de Zara. En deze schoenen zijn van Vans. Good morning. Eventjes in de realiteit. Dit is hoe ik wakker word. Ja, niet knap. Het is 11:30. Ik ben al best wel lang wakker. Ik denk 9:30 of zo was ik wakker. Maar ik heb dan altijd een beetje het probleem dat ik dan veel te lang in bed blijf liggen.
Terwijl ik eigenlijk gewoon nuttige dingen wil doen vandaag. En dat ga ik ook doen, want dat moet wel, want anders heb ik echt een probleem. Volgens mij staat er nu een nieuwe Temptation Island Vips op. En die wil ik echt heel graag kijken, want het is het eerste kampvuur. En hij staat erop en I need to see it. Struggles. Dus ik denk dat ik dat ga aanzetten en me ondertussen even ga klaarmaken. Vanavond ga ik trouwens uit eten. Ga ik lekker onbeperkt sushi eten. Oh, zoveel zin in. Nog omdat ik ben aangenomen voor mijn studie. En dat had ik zeg maar... Ik had gezegd tegen mama, als ik ben aangenomen wil ik heel graag sushi eten. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb vandaag de hele dag gefilmd. En mijn camera zet een beetje overbelicht. Wacht even. Zo, dat is beter. Ik heb vandaag de hele dag dus gefilmd. Ik heb mijn bullet journal nieuwe setup gemaakt. Dus dat is helemaal top. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik moet het dan nu wel nog gaan editen. En ik moet nog intro en outro even filmen. Of nee, intro alleen. En vanavond is lekker uit eten. En ik kan echt niet wachten. Trouwens, echt een super leuk verhaal. Dat ga ik jullie even vertellen. Oké. Ik ga even het verhaal vertellen. Jullie gaan stuk. Ik ga het even zo kort mogelijk proberen te vertellen. Dus ja. Vandaag stond er een jongen voor de deur. Dus ik deed de deur open en ik dacht... Hallo, wie ben jij? Hij was echt best wel knap. Eigenlijk echt wel heel erg knap. Toen kwam er een heel praatje met... ja, ik heb een cadeautje voor jou. Bla, 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 bla. Toen kwam er een heel verkooppraatje. Hij was dus van de vriendenloterij. Bla, bla, bla. Helemaal leuke actie. Allemaal kost je geen geld. Je kan zo opzeggen. Bla, bla, bla. Maar ja, nu heb ik dus daar weer helemaal volop ja op gestemd. Dus nu zit ik aan een abonnement... vast. Ik zit er niet aan vast. Ik kan het gewoon opzeggen. Dat probeerde ik vandaag al te doen, maar ik stond nog niet in het systeem. Dus dat werkte niet. Maar ik vond het gewoon zo grappig. Ik kan gewoon geen nee zeggen. Hebben jullie daar ook last van als er mensen voor je deur staan met bepaalde acties? Ik kan niet zo goed zeggen van, hey, ik heb geen interesse. Dat vind ik moeilijk. En hij was ook heel knap. Dus dat hielp ook niet echt mee. Ik dacht, hallo, blijf jij nog maar even een paar minuten voor mijn deur staan. Dus ja, dat was vandaag gebeurd. I'm just stupid. I'm stupid. Dit is mijn toetje. Aardbei-ijs, vanille-ijs, brownie, cappuccino en thee. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik zal nog even over gisteren vertellen. Het is een beetje anders afgelopen dan we hadden gehoopt. Maar we hebben dus all you can eat gegeten. Helemaal leuk. Maar we waren klaar met eten. En op een gegeven moment werd ik echt, maar echt gewoon echt hè. Werd ik echt kotsmisselijk. Nou, ik weet niet of jullie, als jullie me een beetje kennen. En ik weet niet of ik het dan een keer eerder heb verteld. Maar ik heb echt de allergrootste angst om over te geven. Ik heb al sinds mijn 11e denk ik ongeveer niet meer overgegeven. Wel een aantal keer dus misselijk geweest. Maar dan vecht ik er gewoon tegen om niet over te geven. Maar nu was het echt, oh, het zat echt hier zeg maar. Ik dacht echt, oh my god, it's gonna happen. Ik moet me er maar aan overgeven. Letterlijk. Ik zat dus helemaal zo buiten. Helemaal geconcentreerd zo dit in en uit ademen. Maar ik hield het gewoon niet meer. Dus voordat jullie in denken, oh, ik hoef het allemaal niet te weten. Het valt allemaal wel mee. Ik ging zeg maar overgeven, maar er kwam alleen een soort van lucht uit. Een soort van hele harde boer, maar dan echt wel van iets dieper. Snap je? En toen voelde ik me eigenlijk wel weer goed. Dus ik heb uiteindelijk helemaal niet echt overgegeven. Er kwam helemaal niks uit, zeg maar. Alleen lucht. Ik vond het gewoon heel raar. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Want ik dacht echt dat ik gewoon ging overgeven, maar... Zeg maar, het gebeurde niet. Er kwam alleen maar lucht of zo. Dus ik denk dat ik gewoon te snel heb gegeten of zo. Of te snel gedronken ook nog daarna. Dus whatever. Dus er zat hier gewoon lucht vast of zo. I don't know. Ik vond het echt het raarste ooit. Ik voelde me daarna ook gewoon weer prima. Maar nog steeds voel ik wel een beetje in mijn buik van dat ik vandaag even moet oppassen. Dus ik ga nu denk ik gewoon even alleen een cracker eten. Vandaag heb ik opnames met mijn daddy. Mijn vader en ik zijn gevraagd voor het kanaal van NC. Dat is het kanaal van het tijdschrift van Chantal Jansen. Die hebben een nieuwe, nieuw format. Dat heette bijvoorbeeld zo'n
zo moeder, zo dochter, zo moeder. En dan nu doen ze dan met mij een zo dochter, zo vader opnemen. Het enige wat we thuis hebben is kipfilet. Is die nog wel goed, überhaupt? Ja, maar dat ben je gewoon omdat je haar vader bent, denk ik. Ja. Het wordt een leuke aflevering, denk ik. Met jou. Iemand onlangs post is een site. Nee, jij. Zo, ik ben weer lekker thuis en mijn haartjes zijn gekruld bij de opnames. Dus daar ben ik heel blij mee, want ik vind dit zoveel mooier dan als het zuil is. De opnames waren super leuk. Ik had toch geprobeerd om iets te filmen, maar het ging allemaal zo snel. En toen waren we alweer klaar, toen gingen we weg. Maar het was echt heel erg leuk. Ik hoop dat het een leuke aflevering wordt. Dus ik heb wel echt een paar beschamende dingen erin. Maar dan denk je toch achteraf van... Had ik dat moeten zeggen? Ik moest vandaag vloggen. En nu heb je wel een probleem, want nu moet je wel op mijn vlog Alice appen. Hallo. Ja. Wij hebben vandaag dansvoorstelling. Ja. En ik moest vloggen van deze meiden, dus dat gaan we dan maar doen. Ja, maar dan kun je een beetje kijken wat Pamela doet op zondag. Ja, maar weet je wat het is? Als ik moet dansen, kan ik moeilijk mijn vlogcamera meenemen. Dus weet je, dan moet iemand anders het dan filmen. En wie gaat dat doen? Helemaal niemand. Dus, maar ja. Nou, ik ga proberen een beetje te vloggen vandaag. Dus, en nu ga ik even eten. Hey yo, it's District 78. Yes! Zo, inmiddels is mijn make-up overal. En... zijn we alweer heel veel uren verder. Al die meiden hadden vandaag tegen mij gezegd van ja, je moet vloggen, bla bla bla. Maar het is gewoon niet te doen, want ik danste dus zelf mee in de voorstelling D6 stukken. En daarbuiten hielp ik ook. Dus vloggen, dat gaat gewoon niet. Maar goed, het was dus heel erg leuk. Het was gewoon de dansvoorstelling van mijn dansschool. Gewoon de eindvoorstelling. En ja, alles ging echt goed. Ik ben echt trots op mezelf. Ik ben namelijk echt totaal geen danseres. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar ik ben nou niet echt dat je denkt van... amazing. Maar het ging wel echt lekker. Alle dansen gingen echt heel erg goed. Dus dat is fijn. Ja, bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat ik deze week een beetje een leuke vlog in elkaar heb kunnen zetten. Ik heb geen idee. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. En ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om naar mij te kijken. Dus ja, dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!